Vandaag in Kijk op de Rivierwijk, de Tor. Maar eerst nemen we een kijkje in het kringloopatelier, de Loop der Dingen. Het kringloopatelier De Loop der Dingen is van start gegaan. Een team van 10 professionele kunstenaars en vormgevers gaat voor de periode van 2 jaar samenwerken met bewoners uit de wijk en met leerlingen van het ROC. Het atelier zal als broedplaats van ideeën en mogelijkheden gaan functioneren. Mensen kunnen gebruikte spullen hier inleveren en die gaan we in principe demonteren tot basismateriaal. He, dus een kledingstuk worden weer lappen, een trui wordt weer wol, een kastje worden planken en alle kleine onderdelen. Dus je krijgt een enorme verzameling, een bijzondere verzameling doe-het-zelf artikelen. En daar kun je weer van alles mee doen. Dat is een basis voor iedereen die een mooi plan heeft. En we hopen dat de kunstenaars telkens die plannen wat kan ondersteunen en verrijken. En u heeft het over kunstenaars. Wat houdt dat precies in? Dus er doen 10 kunstenaars aan mee. We hebben in mei is er een masterclass geweest om die kunstenaars te selecteren. Daar deden 20 kunstenaars aan mee. En we hebben een beetje gekeken of ze geschikt zijn om in een wijk iets te doen. Dus het leuk vinden om met mensen samen te werken. En of ze inventief en flexibel zijn, want je kan van alles verwachten. Dus als je alleen maar je eigen plan wil doorvoeren, dan gaat dat niet zo goed werken. Dus je moet eigenlijk reageren op dat wat er is, of wat op je pad komt. En telkens dat er een lichtje gaat branden van, hé, dit is eigenlijk een goed idee. Ik ben een logo, hebben we hier opgeprint. En dit komt achter op onze overalls, onze kleding. Dus ja, ben ik druk mee. Ik heb al een aantal klaar. En nou ja, er zijn er ook nog een aantal die nog gedaan moeten worden. En waarom bent u aan dit project begonnen? Ik werd gevraagd. Sikko Kleveringa, die is hier in de wijk ook actief. En het is eigenlijk gestart omdat er in de Rivierenwijk veel sloopactiviteiten zouden komen. Nou, zoals bekend is dat eigenlijk allemaal gestagneerd en tot stilstand gekomen. Dus we gaan ook niet met sloopmaterialen werken, zoals deuren, ramen, houten, vloeren en dat soort dingen. Dat niet. Maar we hebben het gewoon veranderd in gebruikte dingen. En ja, dat er weer gewoon positieve initiatieven in de wijk zijn. En ik denk dat dat voor deze wijk heel erg leuk kan zijn. Waarom juist in de Rivierenwijk? Ja, daar kreeg ik die opdracht voor. Het kan misschien ook in een andere wijk. Maar hier, de wijk heeft wel een beetje positieve impulsen nodig. Er moet gewoon activiteiten komen waar je een beetje enthousiast en blij van wordt. Rivierenwijk wordt vernieuwd. En dat is in volle gang. Iedereen is druk met het bouwen aan de toekomst van de wijk. Toch willen wij met u terugkijken naar vroeger. Want wist u dat de Rivierenwijk begin jaren 90 haar eigen televisieomroep had? Namelijk de Tor. Televisieomroep Rivierenwijk. Eens per maand kijken wij samen met u terug naar de Rivierenwijk van toen. Deze week gaan we terug naar de jaren 80. En maken voor het eerst kennis met de activiteiten van de bewonerscommissie. Na 2 jaar verpaupering waren de mensen het zat en gingen de buurt schoonmaken. De gemeente werkte hier niet direct aan mee door het vuil niet op te halen. Na een aantal protesten van de schoonmakers gebeurde dit wel. Vanaf die tijd bestaat er een bewonerscommissie. U hoort nu van de eerste opbouwwerkster, Jos Holtrust, hoe zij het werken in de wijk toentertijd vond. Toen ik hier begon, was er eigenlijk niks. Tenminste in mijn ogen.
Er is een tweede speelzaal gekomen waar we hard voor hebben moeten knokken. Waar ik heel blij om ben is dat de wijkverpleging en het consultatiebureau in die tweede speelzaal gekomen is. Nou, wat ook belangrijk is, is dat er een huisarts in de wijk gekomen is. Nou, de apotheek is de volgende stap. Dus daar werk je ook aan mee. Wat ook een heel belangrijke stap is geweest, dat we eigen maatschappelijk werk hebben hier. Dat je weet dat degene die hier werkt en nog komt te werken echt nou, gekozen heeft om hier te werken. Daar ben ik ook hartstikke blij mee dat dat er is. Ja, en dat dit centrum met vallen en opstaan er nog steeds is. De ene keer is van die loopt de mopperen op die loopt de kankeren op die, dan is het dit, dan is het dat. Maar het hoort ook een beetje bij buurtleven. En als dat niet gebeuren zou, zou het een saaie boel zijn. En dan zou het geen rivierenwijk zijn. Om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen, werden er door de bewonerscommissie verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Palmpasen, Sinterklaasfeesten en buurtfeesten. Op 13 augustus 1986 werden wij verrast met een bezoek van de koningin. Vanaf 1984 waren er problemen met de ramen en kozijnen. Eindelijk in 1989 worden deze vernieuwd en wordt de wijk opnieuw geschilderd. Maar nog steeds zijn er problemen zoals te weinig groen in de wijk en een tekort aan speelvoorzieningen, doordat het kinderaantal sinds 1981 met 80% is gegroeid. Maar wij hopen dat door het introduceren van een wijkconcierge en straatvertegenwoordigers van Turkse en Nederlandse afkomst de leefbaarheid in de buurt versterkt wordt. Heeft u een uitzending gemist en wilt u deze terugkijken? Ga dan naar onze website of YouTube.